Ja, Ron, dat was een korte oefenwedstrijd tegen Oostende. Ja, wel balen eigenlijk dat het zo afloopt. Zeker omdat het natuurlijk de laatste oefenwedstrijd is voor het officiële. Ja, je speelt op je fandag en je staat 1-0 achter, dus je wilt het goed maken. En dan, ga voor mij even een cliché'tje uitgooien, valt het letterlijk in het water eigenlijk. Toch die eerste 55 minuten, wat is je ervan bijgebleven? We hebben genoeg kansen gecreëerd, genoeg mogelijkheden gehad om te scoren, alleen dat doe je niet. En eigenlijk worden zij twee keer gevaarlijk uit de spelervatting en dat mag natuurlijk niet gebeuren. En dat is wel gebeurd, ze hebben daar zelfs 1 keer uit gescoord. Ja, dan ga je zelfs met achterstand de rust in. En dat is iets wat niet mag gebeuren. En als je het, je betrekt alle wedstrijden op een Europese wedstrijd, dan zijn dat natuurlijk enorm dure tegengoals. Ja. Met wat voor gevoel ga je nu naar die wedstrijd van donderdag tegen BK Hekken? Ik ga er wel met een goed gevoel naar die wedstrijd toe. We hebben een voorbereiding gehad, we hebben heel hard getraind, we hebben wisselvallige resultaten geboekt. Alleen, ik denk dat er in het spel wel heel veel duidelijk is geworden hoe we willen spelen. En dat zal donderdag tot uiting moeten komen.